vierde jaar dat we bij ons dagkamp doen. Maar hoe is het eigenlijk ontstaan? Hoe is dit idee geworden? Ik zal de korte versie voor je doen. Ik heb ooit in Amerika summercamps gedraaid. Jaren geleden. En 4 jaar geleden heb ik het idee opgevat om zoiets ook hier te doen. En het concept vanuit Amerika hebben we aangepast. Het concept zoals het hier nu staat, zeg maar, een dagkamp van 's morgens 8 tot 's avonds 5 voor de kinderen uit de gemeente Hartberg. We doen deze week 70 verschillende activiteiten. En dat zijn allemaal activiteiten uit de gemeente Hardenberg. En die komen van dik 55 verschillende bedrijven en instellingen. Achter mij zie je Harold Drenthe die aan het dansen is. Erik Sweers die een djembe workshop aan het geven is. Wat hebben we nog meer op dit moment? Jurgen van Tolly die een toneelworkshop aan het geven is. En Marius Kooi die is musical aan het maken met de kinderen. Oké, gaan we? Jongens, geef hier nog. Hoe ziet een dag eruit? De kinderen die komen tussen 7:45 en 8:30 komen ze 's morgens binnen. Het is nieuw dit jaar dat de ouders hun kinderen echt op het terrein mogen brengen. Normaal was dat iets verder op een parkeerplaats, dus hadden ze de eerste boswandeling er al op zitten. En dat bevalt nu eigenlijk wel heel goed dat ze hier al komen. Dan gaan ze naar de tenten toe. We hebben, zoals je ziet, achter ons 4 tenten zitten met leeftijden. Dus daar gaan ze bij hun eigen leiding, krijgen ze te horen wat de dagindeling is. Want elke dag is bij ons anders. De structuur is elke dag hetzelfde, maar de invulling is anders. Dus elke dag hebben we 16 andere activiteiten die we de kinderen aanbieden. En dan maken ze eigenlijk hun eigen pad door de hele dag heen. Dus als we vanmorgen met creatief beginnen, hebben we 4 verschillende activiteiten en daar kiezen ze er eentje van. Daarna gaan we sport, kiezen ze er weer één van. Dan hebben we natuur en nu achter ons is eigenlijk cultuur nog bezig. Dus zo doen zij 4 activiteiten op een dag. En die zij zelf kiezen. Daartussendoor hebben we eetmomentjes, gezonde eetmomentjes, een lekkere lunch, hebben fruithapjes. Straks krijgen ze nog wat te eten en te drinken. En dat krijgen ze er allemaal voor. En mooie nieuwe vriendschappen. Maar ik hoor ze achter me, Alfred. Ja, we gaan ermee, ja. Nu de hele dag wat ze vanmiddag hebben gedaan met cultuur gaan ze aan elkaar laten zien. Zullen we gaan kijken? Gaan we snel kijken. Ja, ga je mee? Ja, in het cultuurblok dan hebben ze natuurlijk ook iets gemaakt waar ze naartoe werken. Dus dan gaan we inderdaad alle tenten langs met alle kinderen. Dus hebben ze ook echt publiek om hun gedane kunsten te vertonen. Ja, dat is machtig mooi dit. Schitterend. En als dit afgelopen is, dan zijn de ouders welkom? Als ze hier nu mee klaar zijn, gaan ze op leeftijd in hun tenten. Dan hebben ze de evaluatie nog. Dus een formulier wat ze invullen, zodat de ouders zien wat zij gedaan hebben. Dus dan zien de ouders ook meteen wat alle keuzes waren voor die dag. En met wie ze gespeeld hebben, wat er opgevallen is. Zodat als de kinderen komen hartstikke moe thuis. Ja, hoe is je dag geweest? Ja, ik ben moe, ik weet niks meer. Hebben de ouders toch nog iets dat ze kunnen zien wat we allemaal gedaan hebben. Nieuwe McDonald's. Next fried chicken. Kun je me vertellen hoe belangrijk vrijwilligers voor jullie zijn? Ja, ongelooflijk belangrijk. Weet je, Ruud en ik hebben dit idee, maar wij kunnen het niet zonder alle vrijwilligers. Je moet bedenken dat op een dag hier 100 mensen rondlopen, met inclusief de kinderen, dat we met 100 personen elke dag het feestje maken. Dat kunnen we niet alleen. Dus wij, die vrijwilligers, die leiding, mijn vrijwillige catering, alle mensen die de activiteiten geven, iedereen is hier vrijwillig. Al het eten en drinken wat ik heb is allemaal via de sponsors. Alles vrijwillig hebben we gekregen. Ja, top, top, super. Ik was hier vanmorgen om 8 uur. Ja, de hele dag. En wij mochten een beetje de catering verzorgen hier vandaag, dus prima. Wat is je indruk? Ja, de indruk is fantastisch. Ruud en Priscilla zijn bij ons geweest op kantoor. Dan gelijk eigenlijk al een goed verhaal. Ik van goh, dat is hartstikke leuk. Maar als je hier komt, dan overtreft het eigenlijk alles. Gewoon fantastisch. Ja, je ziet het plezier op allerlei gebieden. Het gaat van sport, natuur, cultuur, eigenlijk van alles wat je maar kunt bieden, zeg maar. Ja, die kinderen genieten daar ontzettend van. Dat vind ik heel leuk om te zien. Maar dan hebben jullie druk in de catering gehad? Ja, we hebben het heel druk gehad. Ik doe het ook niet alleen trouwens hoor. Gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Maar het is heel veel afwassen. Vanmorgen eerst dachten we nog van nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar toen het helemaal echt los kwam, toen wisten we wel wat we doen moesten. Ja, daarna heb ik een liedje met ze ingestudeerd. En ik heb gezegd, en daarom mogen jullie niet meedoen, het is een bekend liedje, dat ik harder kan zingen als hun. Oh,
Hoeveel kinderen zijn hier zo door de week? Hier zitten maximaal 60 kinderen. Per dag? Per dag. En dat zijn ook dezelfde kinderen de hele week door. Dus de kinderen komen maandag en die gaan om 5 uur naar huis. En dinsdag komen ze weer en ze gaan weer lekker thuis slapen. En dat doen we 5 dagen lang, laatste week van de zomervakantie. Ieder kind mag hier aan meedoen. Je kan je opgeven hier via de website. Per 1 april gaat hij in 2018 weer open voor de 5e editie. Dus we hebben een jubileumjaar. Dat is echt wel heel vet. Ja. Had ik nooit gedacht toen ik het begon. Ja. Dan kan ieder kind zich aanmelden. Of je nou gelovig bent, ongelovig. Of je nu van voetbal houdt, of van djembe, of van dansen, knutselen. Of je uit Balkbrug komt, uit Gramsbergen, Hardenberg. Alle kinderen, gemeente Hardenberg, van 7 tot 12 jaar kunnen meedoen. Ja, hier ben je gelijk. Wij brengen iedereen samen. We laten iedereen met elkaar kennis maken. En je mag hier alles uitproberen. Je mag hier alles doen. En eigenlijk één grote familie. Ja, want ik zie jullie met z'n beiden ook gewoon genieten. Ja, jullie genieten allemaal, maar... Ja, nou ja, dit is wel waar we het hele jaar naartoe werken. En mensen denken wel eens een kampje in elkaar zetten. Ach, dat is toch zo gedaan. Maar wij zijn hier echt het hele jaar mee bezig. Goedemorgen. Ja, helemaal goed, Dion. Ja.